Welkom bij de animatiefilm van het aan- en afsluiten van de hemodialyse katheter met gebruik van citralok katheterlokvloeistof. Start van de behandeling. Voor het starten van de behandeling is het volgende nodig: 2 maal een 20 ml spuit met steriele 0,9% natriumchloride oplossing en twee maal een 5 ml lege spuit voor het aspireren van citralok. Maak gebruik van een aseptische techniek en plaats de patiënt in Trendelenburg-positie. Aspireren van Citralok Verwijder het afsluitdopje van het veneuzelumen en sluit hierop de 5 ml spuit aan. Open de klem en aspireer de voorheen gebruikte Citralok. Sluit de klem en laat de spuit zitten. Herhaal dit voor het arteriële lumen. Flush beide lumen. Vervang deze spuiten één voor één door de 20 ml spuiten met 0,9% natriumchloride oplossing. Open de klem en flush het lumen. Sluit de klem. Herhaal dezelfde procedure voor het andere lumen. Laat de spuiten zitten. Aansluiten van de bloedlijnen. Sluit de arteriële lijn aan op het arteriële lumen. Verwijder de lege 20 ml spuit. Sluit de veneuze lijn aan. Open de klemmen en start de dialyse. Zet de patiënt rechtop. Het eind van de behandeling. Voor het beëindigen van de behandeling is het volgende nodig: 2 maal een 20 ml spuit met steriele 0,9% natriumchloride oplossing. Tweemaal 2 maal een 2,5 ml spuit. Een ampul van 5 ml citraloc. Maak gebruik van een aseptische techniek en plaats de patiënt in Trendelenburg-positie. Sluit de katheterklemmen. Koppel de arteriële lijn los. Sluit de 20 ml spuit met steriele 0,9% natriumchloride oplossing aan en flush het arteriële lumen. Sluit de arteriële klem. Sluit de arteriële lijn aan op de infusak met steriele 0,9% natriumchloride oplossing. Open de veneuze klem en geef het bloed terug. Zodra het bloed is teruggegeven, de veneuze klem sluiten en de bloedlijnen verwijderen. Sluit de 20 ml spuit met steriele 0,9% natriumchloride oplossing aan en flush. Sluit de klem en laat de 20 ml spuiten zitten. Injecteren van de Citralok. Neem een lege 2,5 ml spuit en vul deze met het exacte volume Citralok zoals aangegeven op de katheter. Verwijder de lege 20 ml spuit van de arteriële poort en sluit de Citralok spuit aan. Injecteer de juiste hoeveelheid Citralok langzaam, 8 seconden, in het arteriële lumen. Herhaal dezelfde procedure voor het veneuze lumen. Verwijder de spuiten. Sluiten lumens af met steriele afsluitdopjes.